Zijn Het was al een jaar of wat terug aan de andere kant van Derp dat Johan te gangen was met lessen voor zijn Riebewies. Hij was van middelbare leeftijd en wilde, net als de anderen in de toch ook wel een auto hebben en volgens de wet moesten ze dan eerst een Riebewies halen. Johan had een middelgrote boerderij en een middelgroot gezin. Zijn vrouwen heten Lijs en ze hadden drie kinderen. Maar een auto, zoals de meesten in de buurt, had Johan nog niet. Hij was gengis met het halen van zijn rijbewijs en dat viel niet met. Het viel hem alle bassen tegen. Om tractorveuren ging hem goed af. En zelf meende dat er ook goed auto reen kon, maar doordat een reiskool hadden toch wel wat anders over. Boetnaf ging het nog zo wat, maar in derp, door kwamen de problemen. Johan nam veel te vaak veuren dat hij er geen recht op hadden en een andere keer gaf een voorrang, had hij zelf op een voorrangsweg gereden. Nooit zo, maar ik moest het ook allemaal nog maar weten. De theorielezen lesen, daar ging Johan met en ogen dan heen. Hij begon, die begon op dinsdagavond al om half acht en dan had het melken nog niet af. En om nog eerder beginnen te melken, daar wilde Johan niks voor. Johan dacht dat hij alle regels wel uit de beuken kon leren, maar dat hij ze in de praktijk moest gebruiken, dan wist het niet goed meer. Na 27 re -lezen moest Johan examen doen. Hij dacht dat een re richtig aan hem verdienen wil en daarom wilde met alle geweld examen doen. Een re had hem gezegd dat het de eerste keer er niet door zou komen en dat had nog gelijk aan ook. Wie dacht, de hoed nam Johan. De stoep helemaal verkeerd en bij de hellingproef leefde mijn auto wel een meter te terug. Maar de grootste fouten maakten bij de spoorwegovergang. Toen er onder het examen een dubbel uitging, kon het spoor gewoon over. Er kwam geen trein aan. Maar toen hij we weer terugkwam, brandde het rode licht en zon de spoorbeuben wat iets dichter gewoon. Johan zegt dat niet zo gauw en examinator en stampen met geweld op de remmen. Ziet u niet dat de licht op rood staat? vroeg aan Johan. Dat stond straks nog niet, zei Johan. En hij zakte dus ook als een kaksteen. Maar Johan dacht, als ik nu al mangels een auto hebben. dan kan ik er kort met bihus wel een beetje met vuur. dat Riebewies kreeg ik vroeg of laat vast wel een keer. Ik kwam bij een garage en laat ze door nog net ene hem stoon. den Johan wel wat leek. Hij overlegde toes met leis die het nog niet zo zag zitten, maar ja, als er dan toch een auto komen moest, dan moest Johan hem ook kopen. Ze had er geen verstand van. De koop was er al gauw door en op een vrijdagmiddag bracht een garageholder een mooie tweedehands auto bij Johan bij ons. Smont had er zich geld van de bank gehaald, hij betaalde content en doorstond stond het statussymbool de glimmen bij Johan voor de schoppen. Lijst vond het ook een mooie wagen. Zaterdagsavonds moesten ze naar de visite in de buurt en de westelijke motringen. Het weer kon ook nog slechter worden. Zo'n klein eindje, wat zal dat nou, dat kon Johan makkelijk met nauw toe Met zich beiden voeren ze voorzichtig de zandweg en kwamen bij Noorburg achter toes. En toen vergiste Johan zich. In plaats van de voorzichtig afremmen, gaf hij gas en niet zo zuinig ook. Een auto schot Nooks, mijn vaartje verroed, stook met geweld de vuurkanten van het leugen honderdkijt in en stok mijn snoeten er aan de andere kanten weer uit. De roeten kletten en diggelen op een mooie auto en ook de dakpannen rozen en stenen op en langs een auto. Het hele verband in het honderdkijt was weg en krakend veel langzaam het hele hok boven op mijn auto van Johan. De anderen die al op de visite wijzen, hoorden het gekraak en geramel. En kwamen geschrokken naar boetengasken. Liek bleek zaten Johan en Leijs in de auto. Ze hadden niks meer gekregen, maar kon er ook niet uit. Het hele hoondrok lag in brokken boven auto. En de auto was niet veel meer aan, die was totaal los. Allemaal hielpen ze om de ongelukkigen uit het wrak te halen. En iedereen was blij dat het zonder persoonlijke ongelukken was afgelopen. Johan en ging met trillende benen op Hoezan. De visite was noodgesteld. Maar voor Johan vond het toch een duur grapje. De nober wilde voor de schade aan het hoon ook niks hem. Dat moest toch afgebroken worden. Het slimste was een auto nog. Johan had de maandag in geen verzekering willen doen. Dat was minuut toch ook wat. Johan had nou al totaal losreden voordat een riebwies had. Later. Na alles met elkaar, 44 lessen en 5 examens heeft Johan het Riebewies gehaald en de auto gekocht bij dezelfde garage. Hij heeft hem bij de verzekering opgegeven, voor hij er met de boes aan ging.